Geachte leden van de gemeenteraad van Hardenberg, mensen op de publieke tribune en in het bijzonder de dames, mag ik zeggen, want ik heb geen heren gezien, van de opleiding directiesecretaris en managementassistenten van het Alfa-college. Ook van harte welkom hier op de tribune van de gemeenteraad van Hardenberg. Ik open de raadsvergadering met mededeling van afwezigheid van de heer Gelling en mevrouw Baarslag. Ik constateer daarmee dat de VVD-fractie is gehalveerd. Maar dat is alleen voor vanavond, heb ik begrepen. Ja, dat is wel de informatie die ik heb gekregen in ieder geval. Qua gericht zijn we er wel op achteruit gegaan, hoor. Wij feliciteren de heer Rodemont met zijn verjaardag vandaag, want hij is jarig vandaag. Dank u wel. Gebak zit in de buik. Graag gedaan. Verder zijn er geen mededelingen te doen. Dat brengt ons bij agenda punt 2, vaststelling van deze agenda. Ik ga nu even iets te snel, de actuele vragenronde inderdaad. Agenda punt 2, de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Dan komen we inderdaad bij de vaststelling van de agenda. Kan deze agenda zoals die is opgesteld de goedkeuring wegdragen? Akkoord. Akkoord. Dat brengt ons bij het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 februari 2017. Maar ook daar ga ik weer te snel. Agenda punt 4 is het spreekrecht bij de agendapunten. Is de behoefte om gebruik te maken van het spreekrecht? Dat is ook niet het geval. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 februari 2017. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen bij de griffie. Ook nu maakt u geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Daarmee stellen we de besluitenlijst van 28 februari vast. Dat brengt ons alweer bij de hamerstukken van deze raadsvergadering van 21 maart. Agenda punt 6. De vaststelling van de beheersverordening Radewijk. Behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. Kunt u instemmen met het voorstel zoals het voor ligt? Akkoord. Akkoord. Alle aanwezige fracties hier akkoord. Daarmee is de beheersverordening Radewijk aangenomen. Agenda punt 7. De verantwoording van de fractiebudgetten 2016 en de toedeling van de budgetten voor 2017. Stemverklaring acht ik niet waarschijnlijk. Nee. U kunt instemmen met de verdeling en de verantwoording. Akkoord. Daarmee is agenda punt 7 ook afgehamerd. Agenda punt 8. De wijziging van de verordening commissie bezwaarschriften gemeente Hardenberg. Stemverklaring niet het geval. Akkoord. U kunt instemmen. Algemeen stemmen aangenomen. Agenda punt 9. Ik zal even iets meer tijd nemen. Stemverklaring. Dat is niet het geval. Vaststellen van het bestemmingsplan Hardenberg Centrum Karel Doormanlaan Slotgraven. Project Slotgraven. Geen stemverklaring. Akkoord. U kunt instemmen met dit voorstel. Dan is dat al dus besloten. Agenda punt 10. Vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan buitengebied Hardenberg Mulderij 10 Dedersvaart. Herziening recreatie naar wonen. Vaak en eerder over gesproken in deze raad. Geen behoefte aan een stemverklaring. U kunt instemmen met het voorstel zoals het voor ligt. Algemene stemmen aangenomen. Al dus besloten. Dat brengt mij bij agenda punt 11. De rondvraag van vanavond van deze raadsvergadering. De heer Boersma. Ja, dank u wel. Ik heb geen rondvraag, maar ik heb wel even een opmerking naar onze dames, onze gasten. Normaal vergaderen wij hier heel lang en fel discussiëren. En nu hebben we alleen maar hamerstukken. Dus jullie zien niet wat we echt allemaal doen. Sorry. Dat is een winstwaarschuwing. Maar dat zegt niets, want we hebben hierna nog een oriënterende ronde. Dus er kan in de politiek altijd van alles gebeuren. En pas na de laatste hamerslag weet je hoe de avond is verlopen, is mijn ervaring. Ook in deze raad. Dat vul ik graag nog even aan. Agenda punt 11, anderen niet. Dat is niet het geval. Dan komen wij bij de sluiting van deze vergadering. Om 7:10 constateer ik dat de raadsvergadering van 21 maart 2017 alweer is beëindigd. Dank voor uw medewerking en uw besluitvorming. De vergadering is gesloten en ik denk dat we direct doorgaan met de oriënterende ronde. Akkoord? Dat is akkoord. De vergadering is gesloten.